Hij is binnen. Dit is zo mooi. Ik vind deze kleur echt heel tof, man. Picknick op het strand. Allemaal bruiden bij elkaar. Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Van soms een beetje een stom vlogje uploaden tot gewoon een hele dag vergeten te vloggen. Gisteren. Maar goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. En het is ook alweer 10:55. Maar, wacht even. Monica. Ik was een vlog van Monica aan het kijken. Ik heb gisteren, heel stom, ik heb gisteren een nieuwe iPhone besteld. iPhone 8 Plus. Ja, ik ga niet eens de site noemen. Een refurbished iPhone site ding. En ik was helemaal blij, want ze zouden vandaag binnenkomen. Krijg ik opeens een mailtje. Ah, hij is toch niet op voorraad. En ik had echt zo in mijn hoofd die Rentfunk gast, weet je wel, van of nee, toch niet. Of nee, toch niet. Dus ik heb gezegd, nou, dan wil ik mijn geld terug. Want ja, ik heb zo lang te wachten. Hij zit alleen met Tieten in beeld. Zo. Dus ik heb gezegd van, ja, dat gaan we niet doen. Dus nu heb ik mijn geld teruggevraagd en heb ik eentje besteld op belsimpel.nl. Die was sowieso ook nog wat goedkoper en die is gewoon helemaal nieuw. Dus ik dacht, prima, ik heb de gouden besteld. Ik ga nu lunchen. Ik heb fristie. En dan ga ik zo meteen met Anneloes wat drinken en naar het strand. Hier hebben jullie trouwens ook al een keer mijn vlog gezien. Bij... toen ze aan het schreeuwen was. Top. Nee, maar dat is heel gezellig. Dus nu ga ik even lunchen. Ik heb een tosti met ja, van het parma ham en kaas. En ja. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En het is een hele goede dag vandaag. Want ik krijg vandaag mijn... iPhone 8 Plus binnen. Ik heb trouwens mijn bikini aan. Ik heb een nieuwe van Lofies. Zien jullie denk ik later ook wel een keertje in mijn vlog. En ik heb even gewoon deze outfit aan met een rokje. Ik heb me net even gewoon omgekleed. Ik heb geen zin om make-up op te doen. En ik ga een unboxing gewoon in mijn weekvlog doen. Want een normale unboxing, weet je, dat duurt niet zo lang dat ik er een hele video over ga maken. Dat vind ik een beetje zonde. Eigenlijk ben ik mezelf nu aan het vermaken totdat... ze mijn telefoon komen brengen. Oh my god, het is nu 11:30 en mijn telefoon zou op een moment in theorie kunnen komen. PostNL is er. Oh my god. Maar de bel gaat nog niet. Dat vind ik echt heel irritant. Ik zag PostNL aankomen rijden. En nu gaat er nog gewoon geen bel. Hij is binnen! Oeh! En een screen protector er gelijk bij, want ik ben echt de lomste persoon ooit. Kijk nou hoe mooi. Oh my god, echt nu precies is mijn SD-kaart vol. Dus ik moet heel veel wat verwijderen. Oké. Okay. We're back. Dit is... oh my god. Zo mooi. En ik hoorde dus dat... ik zeg maar, dit is wit. Hij is dus een beetje... ja, crème-kleurig als verpakking. Oh my god. Ik ben echt zo blij. Dat is echt normaal. Oeh. Satisfying. Ik hoop dat je het goed kan zien. Ik hou even hier. Oh my. Hij lijkt wel gouder
Dat ik... Wow! Oh my god. Hij is zo mooi. Die randjes zijn echt een soort van... Wacht, hij moet even focussen op dit gewoon. Kijk nou. It's so beautiful. Oh my god, dit is echt... Oh, ik kan er gewoon niet over uit hoe mooi dit ding is, man. Wauw. Het is groot ook. Maar mooi. Ik wil gewoon het stickertje niet af. Ik ga gewoon leven met die lipjes eraan en dan blijft hij wel mooi. Oh my god. Wat een mooie telefoon. Ik kan er niet over uit. Dit is zo mooi, hè? Het is echt inderdaad dat rose gold, maar dan toch weer goud. Oké, ik ga... Deze ga ik zo meteen verder doen. Dit zit er verder in. Oeh, dit zit er hier verder in. Heerlijk, een nieuwe oplader. Kan nooit kwaad. Oh ja, ook weer zo'n adapter, maar je krijgt gewoon oortjes erbij die erin passen. Maar het is altijd handig, want ik ben die van mij kwijt, volgens mij. Denk het wel. Probably wel, ja. Zo. Nieuwe oortjes. Ik ben zo gelukkig in mijn leven. Oplader. Letterlijk. Was een oplader ook kapot. Dus die had ik toen aan Stefan gegeven. Volgens mij is deze ook langer dan mijn andere. Dat weet ik eigenlijk niet. Geen conclusies trekken als je niet weet wat je doet. Designed by Apple in California. Oeh. Oh. Tere Toulamast. Allemaal niet in het Nederlands. Oké, eerst gaan we natuurlijk dit eraf halen. Oh my god. Ik dacht dat dit er niet zou staan. Ik heb dus even gecheckt, maar... Ik weet dus niet, het lijkt me gewoon wel te kloppen dat het echt is. Ik bedoel, ik heb een goede site gekocht. Maar ik raakte heel veel in paniek, want er zijn natuurlijk superveel fake iPhones. Ik ga hem even aandoen. Aha! Dat was een heel raar geluid trouwens. Nederlands, oh je moet gelijk simkaart installeren natuurlijk. Moment. Hallo. Ik vind het altijd zo eng, omdat je... Kakkie. Wie is hij nou? Oh, hij is in Marokko gevallen. Oké. Omdat je kaart in je telefoon prikt, als het ware. Ik vind het soms gewoon een beetje creepy. Oké, mijn oude telefoon is nu een reservekopie aan het maken. Want ik was verdomd om dat nog niet te doen. Tenminste, ik dacht denk ik dat hij dat sowieso al had gedaan. Het is zo mooi. Ik vind deze kleur echt heel tof, man. Oh my god. Ja, en mogen wij nog een bestek en een servetje? Je hebt geen bestek. Oh, en dat glas... Good morning. Het is 3:15. Wij gaan even naar het dorp en foto's maken. En waar is het raar? Dit is mijn outfit. Hallo, vies. Ik heb lekker een shoplogie opgenomen. En ik ben fucking moe. Ik ga beneden even wat opruimen en dan ga ik daar even lekker gewoon chillen met mijn ouders.
echt heel veel geen zin om een camera te pakken. Die ligt letterlijk een meter van me vandaan. Ik ben wakker. Het is vandaag vrijdag. Ik ga vandaag naar Almere. In mijn eentje eventjes. Vroeger vond ik altijd heel erg eng om in mijn eentje te shoppen of zo. Of te winkelen, hoe je het wil noemen. Maar nu heb ik daar echt geen probleem meer mee of zo. Wat chill, maar. Goedenavond. Ik heb dit aan. Heel simpel. Ik ga vanavond met Stef eigenlijk naar een gedeelte van de vriendengroep. En dan gaan we voetbal kijken. En één meisje wilde heel graag dat ik ook kwam. Want ik kom niet per se voor voetbal. Dus daar gaan we gewoon gezellig heen. Ik heb, mijn outfit is zwart met lichtroze en roze. Ik vind het wel leuk. Picknick op het strand. Ja, echt hè? Ja, lekker. Geef maar een Gijs. Lang van het strand af en we zijn er weer, Stef. Ik heb een nieuwe broek aan. Show even. Wacht even, zo meteen. En we gaan zo meteen naar Groene Schuur. Ik zie echt een stout wijf. Mijn knokje met mijn koffietje. Oh, heb je knokje? Ja, even gewoon. Dat zou ik niet zien. Nee, dat zie je nooit. Ik heb vandaag gehoord dat Selfish wordt gedraaid vandaag en vanavond de Groene Schuur is. Dat is wel leuk. En nu wil Stef ons een nieuwe broek laten zien. Wie is dit? Steffi. Hey Steffi. Ik wilde vloggen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En guess what? We gaan naar het strand. En dit keer heb ik. Jezus. Heel. Wacht, ik ga je zo helpen. Leg me. Kijk. Hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Ik heb deze aan en deze bikini. Zo, mijn hoofd. Wij zijn terug van het strand. En we hebben pizza's besteld. En look at this. And this one.